Van harte welkom allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar Oude Westen TV. We hebben deze week weer diverse items voor jullie samengesteld. Met onder andere ditmaal. China is verhuisd naar ons Oude Westen en niet geheel voor zomaar iets. Namelijk voor Chinees Nieuwjaar. Heel erg veel kijkplezier. Vrijwilliger van de SPCN. Ik doe hand- en spanwerk voor hen. Ik ontwikkel nieuwe toekomstige projecten voor hen. Dus er komen nog meer evenementen en festivals georganiseerd door SPCN. Dus dat staat allemaal. We hebben een hele jaarplanning staat op de op het programma. Dus dan krijg je nog veel meer van ons te horen. Dus dat allemaal ga ik bedenken en leg ik vast in een plan en dan ga ik uitvoeren. En dat is wat ik doe op dit moment voor deze stichting. Jij bent de organisator van het Chinese Nieuwjaar hier in de Gaffel. Waarom heb je het hier in de Gaffel gevierd? Ja, nu is het Chinese Nieuwjaar periode. En dat is een hele belangrijke feest voor onze mensen, maar ook belangrijk voor de wijk. Dus daarom hebben wij hier georganiseerd. Oké, en hoe heb je het zo'n beetje tot stand gebracht? Wat heb je er eigenlijk voor moeten doen om dit eigenlijk zo neer te zetten? Maar eigenlijk was het een kleinschalig feestje. Maar omdat wij hier elke dinsdag ook activiteit hebben, daarom hebben wij bedacht dat wij iets leuks doen voor onze groep. En toen dachten wij ook voor de mensen die hier in de buurt wonen. En ook voor de buurtbewoners, ook voor vrijwilligers van de Nieuwe Haven enzovoort. En daarom hebben wij, vandaag is ongeveer 80 mensen gekomen. Oké, ja, dat is een hele hoop. En hoe vond je dat het gegaan is vandaag? Heel goed. Er zijn verschillende etnische groepen naast de Chinezen. En ook hebben wij verschillende dingen gedaan. Samen gegeten, samen gezongen en gedanst. En gezellige kletsen. Dus iedereen vond het heel gezellig. Chinees Nieuwjaar is begonnen en met allerlei festiviteiten in zicht belooft het weer een mooi feest te worden. Waaronder de drakendans en natuurlijk de hoogtepunten op de zaterdag. Want dan is het eigenlijk het proberen om de rat, want het is namelijk het jaar van de rat, te verjagen van misschien wel de Westkruiskade. Als je dit hier zo even ziet, dan denk je misschien van, is dat wel een rat? Nee, het is de muis. Maar dat is even ter vervanging geplaatst, omdat de rat toch wel een beetje een eng dier is. En meneer Muis, heeft u er een beetje zin in?
Sprakeloos. Kom allemaal aanstaande zaterdag naar het Wijkpark voor de viering van Chinees Nieuwjaar. Waarin onder andere de draken- en de leeuwendans weer voorbij gaat komen. En houden we het wel veilig met het jaar van de rat. Aanstaande zaterdag Chinees Nieuwjaar in het Wijkpark. Anansi, Anansi. A spider called Anansi. You see me here, you see me there, you see me everywhere. I'm a smart creature, don't think that I'm just small. When they underestimate me, I outsmart them all. When they underestimate me, I outsmart them all. Lion is the king, but actually it's me. I'm smarter than anyone as far as I can see. I don't work, I just hang around, but always belly full. Without this great intelligence, I would like a fool. But I'm so smart, I love myself, I think I'm pretty cool. I am world famous, everyone knows me. Think that I'm a star, from Africa to South America. My name is very special. Young and old, they all know me. Everywhere I go, I think it's time that I get my own TV show. Vandaag met Robert Schuit. Ja, zeg maar gewoon. Bekend onder Joubert Pignon. Allerlei namen zijn mogelijk. Peter de Groot. Maaike Haneveld. Gerda Blees. Aan de andere kant Leine. In de kinderkant. Ja, en de compositie is erbij. En veel plezier. Te zijn. Vanwege het leed dat dit veroorzaakt, zowel bij de aantrekkelijke mensen zelf als bij de mensen die zich tot hen voelen aangetrokken, hebben wij besloten vanaf nu plaksnorren voor te schrijven aan iedereen die boven een gemiddeld aantrekkelijkheidsniveau van 7 zit, op een schaal van 1 tot 10. De plaksnor moet zo bevestigd worden dat elk vermoeden dat er onder de snor een aantrekkelijk persoon verborgen zit, in de kiem wordt gesmoord. In de uitzonderlijke gevallen waarin dit niet lukt,
zullen de aantrekkelijke personen moeten overschakelen op een speciale zalf. Die zeer onsmakelijk ogende, maar voor de gezondheid onschadelijke bruine bultjes op de huid doet ontstaan. En de eventueel aanwezige aantrekkelijke persoonlijkheidskenmerken op subtiele, maar effectieve wijze doet verdwijnen. Als mezelf op de foto ga, ziet men vast iets van de ziel. Ik bezoek mijn ex-vriendin om de katten weer eens te zien. We zitten op de bank die we samen kochten en drinken speciaal bier. Met de hand waarin ik net nog snel voor binnenkomst een sigaret hield, aai ik een kat. Ik schep op dat ik al heel lang met roken ben gestopt. Mijn ex-vriendin zegt dat ze binnenkort met haar nieuwe vriend gaat samenwonen. Niet in dit huis, het huis waar wij samen woonden en waar zij bleef wonen nadat ik vertrok. Maar in een nieuw huis, in een andere stad. De kat krabt in mijn hand. Grote rode striemen, opgekruld vlees en daarna ook bloed. Ik lik aan de wonden, maar alcohol gedronken en daardoor dus vloeibaarder bloed. Nergens is meer een kat te zien. Tussen het likken door wens ik haar succes met deze nieuwe stap. Ik heb een doos in de gang gezet. Ik ben er eens gaan kijken, hij staat er nog steeds. Die doos staat hier niet handig. Het is niet dat ik er niet langs kan, maar het zou kunnen dat iemand struikelt zoals die doos daar staat. Ik kan niet slapen van de doos, want die doos staat daar niet handig. Dat had ik kunnen zien aankomen toen ik hem daar neerzette. De gang is geen plek voor dozen. Zo breed is hij niet en door een constructiepad opent de deur naar de verkeerde kant. En de dagen daarna denk ik veel aan struikelen. Op een ochtend deze week stootte ik mijn teen aan de doos in de gang. Veel pijn deed het niet, want in de doos zit weinig. Een aangebroken fles zonnebrand, knikkers, lint, wat theedoeken en een kompas waarvan ik zeker weet dat het op een moment nog eens van pas zal komen. Wordt een lelijke dwerg in je huis geplaatst, aan wie je maar moeilijk kunt wennen. Hij plast bij voorkeur in het aquarium. Je vindt steeds vaker haren van hem in jouw muesli. Regelmatig ramt hij stiekem de katten aan. Maar troost je, je kunt niet weten wat hij morgen zal doen. Valentijnsdag, 14 februari, dromf is het thema. Dan met Lisbeth Mende, met Cyril van Rossum, allebei uit Rotterdam, Gerda Breesweer en met mij. En met als muzikale act Moine Vincent, die merkwaardige Nederlandse volksliedjes van 100 jaar geleden gaan spelen. Aan alle goede dingen komen helaas alweer een eind, dames en heren. Maar niet getreurd. Volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer op de buis te bewonderen. En tussentijds kunt u een kijkje nemen op onze website www.oudewesten.tv. En vergeet natuurlijk niet onze social media kanalen goed in de gaten houden. Ciao en tot snel.